Nee, de spiegel die... Dan... het is eraf in ieder geval. Kom je daar eens van nog? Nee, neem hem mee. Ja, natuurlijk. Moet die niet. Hey boy. Ja, doe maar, hij gaat niet meer rijden, zegt hij. Je kan ook de groene kaart pakken van je dingen. Dat je eenmalig recht op sleutelspullen gebeurde. Ja, daar heb je wel gezegd met de fietsers. Nou, ja, niks aan de hand. We hebben niks fout gedaan, toch? Nee, schuld van de konijnen. Oh, oké. We hebben een probleempje. Iemand is gecrashed. Hoe heet dat hier? Dijk. Lekdijk. Lekdijk. Daar loop ik. Net voorbij loop ik. Net voorbij loop ik. Zal ik even locatie zien via WhatsApp? Voorbij de Spelersveld. Oh, Jaarsveld, ja. Okay, ja. Einde dijk! Ik stuur hem even locatie via WhatsApp. Einde dijk, hier kan iedereen staan. Hier staan we voor, dit is gewoon kut. Gaat ja, maar daar gaan we zo. Nee, hij gaat opgehaald worden. Ik heb die. We gaan voorbij, maar niet te hard. Ik denk, shit, heb je ook. En ik zit die wonen los en ik denk, tjoep. Ik denk, dit erin. En gelukkig dat geen paal hier staat. Dat is vroeger. Met die prikkeldraad. Ik ben blij dat ik achterin rijd. Dan kan ik je wel vertellen hoe dat aanvoelt. Ja, voorbij. Daarna gaan we hier geloven. Ja. Nee, dat geloof ik best. Ik moet zo hard aanrijden, want ik had die bocht niet gezien. Ik denk, dit erin. Ik dacht, dat gaat nog net goed. Heb je Joost nog even later? Ja, voordat je snel door gaat, kan je recht verkeren. Als iedereen daarvan eventjes verzamelt, dan is hier gewoon even leeg. Op de bus zit. Ja, maar Joost kan niet verder. Als iedereen gewoon even daar met zijn motor heen gaat, dan heb je gewoon even vrij. Want anders gaat het zo meteen, omdat die zacht net met die rollerskaters, dus gaat straks echt gaan. Gaan we maar weer. Ja, we hebben het door. Ja. Ik heb inderdaad echt aardige bochten nodig, hè. Ja, ik hield maar een beetje afstand van je inderdaad in de bocht. Helemaal voor.